De vroegste versie van de Brabantse geesten of Brabantse geschiedenissen, die ontstaan is in 1316, leunt sterk op de spiegel Historiaal, de omvangrijke wereldkroniek die de grote Vlaamse auteur Jacob van Maarland in de jaren 80 van de 13e eeuw geschreven had. Boendalen noemde zijn voorganger vol bewondering de vader der Dietse dichter en Algader. Maarlands Wereldgeschiedenis Opruim bevat een hoofdstuk waarin de genealogie van de Brabantse dynastie wordt geschetst. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat telkens na zes generaties de status van de vorsten is gewijzigd. Eerst waren de Brabanders hertogen, daarna koningen of keizers, vervolgens graven en uiteindelijk weer hertogen. Die structuur nam Boendalen over door telkens een deel van zijn Brabantse jeesten te wijden aan de geschiedenis van zes generaties vorsten. Door die structuur aan te nemen, verwerpt hij expliciet andere ontstaansmitten voor het Hertogdom Brabant die in zijn tijd circuleerden. Zo toonde hij bijvoorbeeld zijn verontwaardiging over de leugen dat de hertogen in Brabant zouden zijn gearriveerd met een zwaan. Deze sprookjesachtige legende over de zwaanridder moet aan het begin van de 14e eeuw wijdverbreid zijn geweest, ook in de Middel-Nederlandse literatuur. Boendalen nam afstand van die zagen, maar hield tegelijk vol dat de hertogen rechtstreeks afstamden van Karel de Grote, en via hem zelfs van de Trojanen. Voor de geschiedenis tot circa 1100, boek 1 tot en met 3, is de Brabantse Jeesten een bloemlezing van relevante passages uit Maarlands spiegelhistoriaal. Voor de geschiedenis van de 12e en 13e eeuw, in boek 4, kon Boendalen een beroep doen op een Latijnse prozachroniek die aan het einde van de 13e eeuw werd geschreven. Dat boek eindigt met de beschrijving van de slag bij Woeringen in 1288. Voor de meest recente geschiedenis, zoals de stedelijke opstanden aan het begin van de 14e eeuw, moest de Antwerpse ambtenaar zijn tekst echter zelf vormgeven op basis van eigen waarnemingen, ooggetuigenverslagen en verhalen of geruchten die mondeling de ronde deden. Toen Jan van Boendalen in 1316 voor het eerst een punt zette achter zijn Brabantse geesten, eindigde het vijfde en laatste boek met drie samenhangende rampen of plagen die het hertogdom hadden getroffen. Langdurige zware regenval die een misoogst veroorzaakte, een enorme inflatie die tot hongersnood leidde en een epidemie die niet enkel onder de armen, maar ook onder de elite veel dodelijke slachtoffers eiste. De Brabanders konden zich nog enigszins optrekken aan hun roemrijke verleden, maar velen moeten hebben gedacht dat de wereld op het punt stond te vergaan. Dat er in 1315 een grote komeet was waargenomen, versterkte de gevoelens van een goddelijke wraak. Maar de wereld verging niet. Kort na de afschuwelijke ravage die de grote hongersnood had aangericht, nam Boendalen opnieuw de penterhand. Hij realiseerde zich dat de geschiedenis door zou gaan. Sinds dat ik deze boek liet en de belook, zo gij hier ziet, zo zien gevallen zaken die ik u cont willen maken. Oftewel, sinds ik dit boek sloot, zijn er zaken gebeurd die ik u wil vertellen. Deze woorden vormen het begin van een reeks voortzettingen die samen enkele duizenden versen omvatten. De geschiedenis van 1317 tot 1351 wordt daarin heet van de naald verteld. Door de korte afstand tot de gebeurtenissen is Boendalen hier meer journalist dan historicus. De focus verschuift immers van het verleden naar het heden. Die aandacht voor de actualiteit was relatief nieuw in de Middel-Nederlandse literatuur. Maar Boendalen was niet de enige. Ook de Hollandse kroniekschrijver Melis Stoken en de Brabander Lodewijk van Veltum schreven over het zeer recente verleden en het heden. Een radicaal voorbeeld van deze journalistieke geschiedschrijving is de uitvoerige berijmde beschrijving die Jan van Helu schreef van de slag bij Boeringen in 1288, gebaseerd op ooggetuigenverslagen en op zijn eigen waarneming. Die slag was heel belangrijk voor het Brabantse zelfbeeld, omdat hertog Jan I. met een overwinning op een coalitie van Limburgse tegenstanders zijn territoria oostwaarts uitbreidde en zich voortaan hertog van Nederloteringen, Brabant, en Limburg noemde. Aan die beeldvorming heeft Boendalen met zijn Brabantse jeesten mee bijgedragen. De 14e eeuw is wel de waanzinnige 14e eeuw genoemd. Als je de Brabantse jeesten leest, begrijp je waarom. Er waren bijzonder veel oorlogen. Aan het begin van de jaren 30 werd Brabant bedreigd door een coalitie van zowat alle omliggende landen. Bovendien raakte het hertogdom vanaf 1337 verwikkeld in de Honderdjarige Oorlog, een geopolitiek conflict dat West-Europa langdurig in zijn greep zou houden. In de Brabantse Jeesten deed Boendalen uitvoerig verslag vanuit Brabants perspectief van alle schermutselingen en veldslagen. Een objectieve waarnemer was Boendalen bij dit alles niet. Hij schuwde een partijdige toon niet en gaf vooral argumenten om het Brabantse standpunt te ondersteunen. Aan het einde van het vijfde boek van de Brabantse Jeesten wordt de grootste ramp uit de Europese middeleeuwen beschreven, de Zwarte Dood. Deze pestepidemie maakte aan het einde van de jaren 40 van de 14e eeuw enorm veel slachtoffers en dat leidde tot godsdienstwaanzin en jodenvervolgingen. Niet lang daarna moet ook Jan van Boendalen zijn laatste adem hebben uitgeblazen. Zijn Brabantse Jeesten telden toen zo'n 18.000 versen.